In Essenties van Verandermanagement presenteren we een model, een ordeningsmodel met vier centrale vragen. We noemen dat het vierballenmodel. De eerste vraag is dan waarom? Waarom moet het eigenlijk anders? De tweede vraag is wat moet er dan precies gebeuren? Wat is er nu niet wat er wel moet komen? De derde vraag is hoe gaan we dat nou precies doen? Hoe gaan we het implementeren? En de vierde vraag is met wie? Van die vier centrale vragen is het waarom de killer application, noem ik dat maar. Je moet nieuwe dingen doen. Uit de comfortzone komen om de comfort te verlaten en het nieuwe tegemoet te treden. Wat zijn nou de aanleidingen voor de verandering? Wat is het probleem waar je nou met elkaar voor staat? Er zijn twee verhalen dan te vertellen. Of een verhaal van we moeten nu veranderen. This is a burning platform, het is urgent, want anders overleven we niet. Of het is meer ambitie. De wat-vraag noem ik ook wel eens de organisatiekundige vraag. Organiseren is het realiseren van die stip op de horizon, van het waarom. Dat moeten we verder met elkaar inkleuren. En dan moet je een verschil zien te maken tussen de huidige situatie, waarin die verandering nog moet komen, en waar we naartoe op weg zijn. Dan kijk je naar structuur en naar de systemen waar mensen mee werken, naar de mensen zelf. De kern van de hoe-vraag gaat om hoe gaan we een proces met elkaar vormgeven waarin we de gewenste organisatie gaan realiseren. Wat is de veranderde benadering? Wat is de strategie die we gaan volgen? We kennen het probleem, kunnen we daar een oplossing voor verzinnen en hoe implementeren we dan die oplossing? Maar soms is het probleem eigenlijk ook te complex dat we de oplossing niet precies weten. En dan gaan we meer met elkaar zoeken, meer ontwikkelen, meer experimenteren om stap voor stap dichterbij te komen. Altijd gebruiken we, dat noemen veranderkundige, interventies. Interventies zijn werkvormen die je gebruikt om met elkaar de veranderdoelen op korte termijn te realiseren. De wie-vraag is de laatste vraag. En dan gaat het om welke mensen gaan die verandering vormgeven. En welke rol gaan ze daarbij uitoefenen. Maar het gaat altijd over jezelf. Je bent er zelf onderdeel van die organisatie die moet veranderen. Dus de vraag is, waar zit ik mijn eigen casus soms in de weg? En hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf aan dat voornemen bind? Want anders is het een nieuwjaarsvoornemen en dat vervliegt. En die zelfbinding gaat helpen om je eraan te herinneren dat je zelf voorop gaat in de verandering. Maar in het vierballenmodel gaat het uiteindelijk om de onderlinge samenhang in het antwoord op die vier vragen. Stel dat je bij de waarom-vraag hebt gezegd we willen meer gaan innoveren en ondernemen. Dan ga je in de organisatiekundige vraag bij het wat niet alleen kijken naar structuur en systemen. Bij het hoe zoek je naar hoe gaan we dat met elkaar doen. Dan ga je niet projectmatig te werk, maar dan ga je experimenteren met klanten steeds ondernemender te worden. En bij het wie gebruik je dan de mensen die daar dat het eerste oppakken, die de ambassadeurs van dat ondernemen kunnen zijn. Op die manier zoeken we naar de samenhang in de beantwoording van die vier vragen. In de praktijk doen zich dan toch altijd weer dilemma's voor en die moet je dan uiteindelijk toch weer managen.